Hoi, ik heb mijn economietoets op MAVO gemaakt. En het ging zo slecht. Gewoon, dit is tot nu toe echt de slechtste toets die ik heb gemaakt. Gewoon, ik zat daar al. Gewoon, ik deed het examen open. Ik keek zo de eerste pagina gewoon. En ik zei al tegen mezelf van ik ga dit niet halen. Dit ga ik echt wegstrepen. Het examen ging gewoon zo moeilijk. De vragen waren gewoon. Ik dacht echt van, wat lees ik allemaal? En ja, en heel veel klasgenoten van mij hadden dit ook. Dus ik ga sowieso een duim zetten op economie. Ik heb net dus het economie-examen gemaakt. En voor mijn gevoel, hij ging zo slecht. Hij ging gewoon slecht eigenlijk. En ik heb die antwoorden ook gewoon even nagekeken. Een beetje even doorgekeken. En ik heb bijna niks goed. Ik vind het zo kut. Die toets ging kut. Alle vragen waren kut. Ja, alles wat ik had geleerd bijna kwam er amper in voor. En er kwamen echt woorden in dat ik dacht, what the fuck. Maar ja, doei! Nou, oké jongens. Ik heb dus in mijn HAVO-economie examen gehad. En ik zou willen zeggen dat het heel erg goed is gegaan. Maar echt mijn grootste nachtmerrie is uitgekomen. Dat is namelijk dat ik 5 opdrachten gewoon niet heb gezien. Dus ik ben 9 punten misgelopen. Dus op dit moment kan ik echt wel janken. Want voor de rest ging het best wel gewoon goed. Maar dit maakt het echt oprecht super kut gewoon. Hoi, ik ben Annabel en ik ben net terug van mijn economie-examen op HAVO-niveau. En ik ben best wel blij, want dat ging stukken beter dan wat ik had verwacht. Ik dacht juist dat wiskunde en economie de moeilijkste vakken zouden zijn, maar die vielen me juist heel erg mee. Vanochtend had ik nog MOSMK, de maximale winst, berekenen geleerd. Want ik heb daar 5 jaar lang nooit iets van gesnapt. En die kwam er dus in, dus ik was heel erg blij, want die vraag heb ik sowieso goed. En de rest even afwachten en dan gaan we zo even nakijken. Maar ik heb er misschien iets meer vertrouwen in naar deze toets. Heel veel succes nog iedereen. Ik heb vandaag mijn HAVO economie examen gemaakt. En dat ging best wel goed eigenlijk. Alleen de vraag waarbij je de maximale winst moest berekenen, daar kwam ik echt niet uit. Ik vond het ook veel schrijfwerk. Ik heb echt iets van 7 kantjes volgeschreven. Maar ik was wel een half uurtje eerder klaar. En over het algemeen ben ik hartstikke tevreden over hoe het is gegaan. Zoals je kunt zien ben ik echt helemaal doorweekt. Ik kom net terug van mijn wiskunde A-examen. En hij ging echt verschrikkelijk. Echt. Ik heb nog nooit zo'n slechte wiskundetoets gemaakt. En ik dacht oprecht dat ik hier echt een goed cijfer voor zou halen. Ja, niet dus. Het begon op zich wel goed. Alleen toen kwamen we aan bij de bloeddrukopdracht. En dat heb ik echt helemaal verpest. En de laatste vraag, de onderzoeksvraag. Ja. Ik wilde gewoon alles hebben, behalve kans berekenen als laatste. Maar ja, iedereen uit onze klas had daar ook wat anders in gevuld. Ik had 60, ik weet niet of dat goed is. Waarschijnlijk niet, ik ga straks nakijken. Maar ja, ik heb nu een lekker weekend. Ik heb alleen woensdag nog Frans en dan heb ik officieel vakantie. Dus daar ben ik wel blij om. Ja, dat was het. Ik had net mijn wiskunde A-examen op VBO-niveau en hij ging op zich wel oké. Ik had het veel slechter verwacht, alleen ik kan dus echt niet differentiëren, dus al die vragen heb ik niet gemaakt. En ik vond de vraag over bloeddruk zelf ook nog wel wat lastig. En de laatste vraag had iedereen uit mijn klas dus een ander antwoord bij, dus ik ben heel benieuwd wat dat zal zijn. En qua tijd vond ik hem echt wel goed te doen. Ik had zelfs nog tijd over en normaal ben ik altijd heel lang bezig, dus dat was wel top. Ik heb net wiskunde B eindexamen gemaakt op het VWO en ik moet zeggen dat die lastiger was dan ik had verwacht en ook langer trouwens, want ik had verwacht dat er gewoon 1 lange tekst in zou voorkomen, maar er kwamen gewoon 2 lange teksten in voor over de letter A en over vulkaanuitbarstingen. Tenminste, ik ga vanuit dat het over vulkaanuitbarstingen gaat, want ik heb de hele tekst niet gelezen. Ja, over die letter A gesproken, daar moet je echt heel veel met vectoren werken, terwijl ik had verwacht dat er juist wat meer cirkels en zo in zouden komen. Maar er waren gewoon 0 cirkels in dat hele examen waar ik me juist wel had op voorbereid. Dus ja, dat vond ik wel jammer. Daarnaast zeiden veel examentrainingen op YouTube dat er juist nauwelijks middellowlijnen, bisectrices, etc. in examens voorkomen. Dus ik had me ook, ja, ik nam dat ook gewoon aan. En opeens zag ik dat je iets met de middellowlijn moest doen en ik was vergeten dat het was. Dus ja, nu nog kijken of ik die uiteindelijk wel goed heb gedaan of niet. Ja, oké. Okay, hey, wij guys hebben net wiskunde B op VWO niveau gemaakt. En het was verschrikkelijk. Het was echt niet best. Nee. Opnieuw gewoon, wat was dit? Ik had super goed geleerd en het is gewoon weer misgegaan. En zij telde wiskunde A.
Het ging wel iets beter dan de wiskunde beters in ieder geval. Dat denk ik ook. Ja, maar we hadden echt fucking slecht geleerd. Dus. Als je zeg maar wel goed had geleerd, dan had het echt en veel te veel taalproblemen. Zo lullig, ja. Met een onderzoeksvraag. Maar het was wel. Ik weet niet, ik vond die vulkaanvraag gewoon echt zuur. Ja, ik kan geen vulkaan meer zien. Ik kan echt nooit meer vulkaan. Voor mij gevoel ik altijd een vulkaan waar mensen ons willen zijn. Zelfde vibe als een draaien. De enter wordt sowieso weer heel hoog, dus daar heb ik dan weer gewoon vertrouwen in. Oké, doei! Ik heb net wiskunde C VWO gemaakt en de toets was volgens mij wel prima te doen. Ik ben gewoon niet zo goed in wiskunde, dus in het midden wist ik niet meer wat ik aan het doen was. Haalde ik alles door elkaar en aan het eind ging het wel weer goed. Het was een leuke opgave over een olifant en een zebra met een spelletje. Dat was gewoon wel grappig om te doen. Dus daar heb ik denk ik wel alle 6e punten voor, of in ieder geval eentje. Verder hoop ik vooral dat ik helemaal klaar ben met wiskunde. Ik wil echt alles gewoon weggooien, ook de kennis gewoon uit mijn hoofd zetten, want ja, ik ben er klaar mee.